Michel Vonck, het heeft bijna 3 kwartier geduurd voordat je richting de pers komt. Waarom? Omdat wij als staf even overlegd hebben over de wedstrijd. En waar heb je het over gehad? Nou, wat denk je? Nou, over de wedstrijd. Maar de conclusie is? Dat we het over de wedstrijd gaan hebben. We hebben niet gewonnen, dus we hebben even wat om na te praten. En dat doen we wel vaker. Iets langer dan normaal. Wat is in jullie optiek dan de reden dat jullie vandaag verliezen van MVV? De reden dat wij vandaag verliezen is dat we de eerste helft onderliggende partij waren. En dat we moeite hadden met MVV. Hoe heb je dat in de rust proberen om te draaien? In de rust hebben wij over de eerste helft gesproken. Waarom we niet het spel vertonen wat we moeten laten zien. Ook in de tactiek. En daar kwamen we tekort. We waren slordig aan de bal. Op het moment dat we de bal veroverden, heel snel kwijt. En dan kom je steeds achter de feiten aan te lopen. In de tweede helft hebben we dat proberen anders te doen. Nou, op een gegeven moment wissel je Ilias Bellassani. Een minuut of 2 nadat hij nog een prachtige pegel van afstand had. Voor de rest speelde hij niet altijd even goed. Maar het is wel een jongen die misschien nog wel het verschil kan maken. Hij was het er zelf niet mee eens. Waarom toch die wissel? Ja, volgens mij mag Ilias ook gewisseld worden als hij niet zijn niveau haalt. Elke speler kan ik gewoon eraf halen als ik het wil. Ook Ilias haalde zijn niveau niet. En net daarvoor toevallig een pegel op doel. Maar hij is inderdaad wel een speler die dat kon. Maar ik vond niet dat hij dat deed. En dus wissel je hem. Je probeert het in de slotfase nog wel. Je hebt wel wat kansjes. Het is vandaag wel net niet. Hè? De bal valt een paar keer net niet goed. Vrij trap nog dan in de muur. Oké, maar het was gewoon vandaag net niet. Ja, maar dat moet je afdwingen, denk ik dan. We hebben te weinig gedaan en dan valt hij misschien wel goed. En dat hebben we wat vaker gehad, maar vanavond niet. En MVV heeft 3 punten gehaald hier. Dus het is weer spannend en dat hebben we zelf laten gebeuren. Dus we moeten ook volwassen genoeg zijn om te zeggen, ja, het was niet goed genoeg vanavond. Heel stom, want je stond er heel goed voor en nu wordt het weer spannend. Ja, moeten we ons zorgen maken? De laatste weken worden er relatief veel punten ingeleverd. De laatste 4 wedstrijden 1 keer slechts gewonnen. Moeten we ons zorgen maken? Nou, volgens mij gebeurt dat in de Eredivisie en in alle andere ploegen laat ook punten liggen. Dus het is niet zo dat alleen Sparta punten laat liggen. Maar het is wel zonde dat Sparta het juist doet. Want ja, wij willen graag naar boven. Dan zul je iets anders moeten laten zien. Heeft het niet met druk te maken? Het moet er nu? Tuurlijk. Wij moeten. Iedereen weet dat hoe de club erom naar hunkert om naar boven te gaan. Dus dat speelt zeker mee. Maar ja, we hebben ook een ervaren selectie, een brede selectie. Dus jongens die daar vaker mee of misschien wel mee te maken gehad hebben. Dus dat moet je nu laten zien. Dan is heel anders. De aftrap was vandaag, want vanaf maandag is er op RTL 7 een programma over Sparta. Een kijkje achter de schermen. Hoe sta jij als trainer erin? Want ik kan me voorstellen dat een trainer dat niet altijd even leuk vindt. Altijd heel de dag de camera's om hem heen. Ja, camera is... Het is gewoon, je moet er even aan wennen. Maar ik denk dat de jongens inmiddels en wij als staf daaraan gewend zijn. Het is gewoon een kijk in hoe het bij ons gaat. En hopelijk eerlijkheid, hè? Dat je ziet hoe het gaat. Dus wie weet. Hebben jullie niet bij sommige fragmenten kunnen en moeten zeggen van, nou, dit willen we gewoon niet dat het wordt uitgezonden? Ja, we hebben natuurlijk als speler en staf hebben we daar nog altijd een eerste kijk op. Hè? Vinden wij dat sommige dingen anders moeten, dan kunnen we daar wat over zeggen. Ja, want de kleedkamer in heel veel sporten is heilig. En ja, het is wel uniek, maar Sparta laat zien wat er in de kleedkamer gebeurt. Dat is uniek. Dat is zeker uniek en dat is een eye-opener. Dus ik zou zeggen, kijk allemaal en ik geef je oordeel erover.